Schema 4. Met in de rechterhand het akkoord 2 keer en de linkerhand 3 keer de basisnoot. 1, 2, 3, 4. Nu speel ik schema 4 opnieuw, maar nu speel ik de akkoorden met de linkerhand en de losse noten met de rechterhand. 1, 2, 3, 4. Nu speel ik schema 4 opnieuw, maar met de twee handen samen akkoorden. Bijvoorbeeld 4 akkoorden per maat. 1, 2, 3, 4. Dus je kan zelf kiezen of je naar boven springt of naar beneden springt. Dat is het leuke aan akkoorden, dat je altijd verschillende versies tegelijkertijd kan oefenen. Je kan schema 4 ook oefenen met dus de ritmes van schema 1, schema 2 of schema 3. Het zijn allemaal interessante en waardevolle oefeningen. Veel plezier met dit schema 4.